Goedemiddag, ik ben Jeffrey. Goedemiddag, ik ben Richie. Hallo! Goedemiddag. Het is feest, het is december. Ja. Wij gaan voor jullie maken een klassieke feestgerechten. Yeah. Wat gaan we maken, weet je? We gaan een zwartzuur van kip maken. Zwartzuur. Echt Indo. Klassiek Indisch gerecht. En... Adjar Ketimun. Adjar Ketimun. We eten een zure komkommer bij de zwartzuur. Zwartzuur. En Reggie. Chendol. Klassieke Indische drank. U kent het allemaal, tenminste als u Indo bent natuurlijk. Ja. En voor de niet-Indo's laten we zien wat Chendol is. En by the way, we zitten bij Monique en Anne Claire vandaag. Ja. In een leuk groepje. Hallo. Volg ons, gij zult leren zoals altijd. En tot straks. Daag. Vroeger kreeg ik Big Jim, maar eigenlijk wilde ik diep in mijn hart wilde ik een Barbie. Oh, maar deze ging een knopje, want Big Jim had zo'n knopje. En dan kon je zo op en neer zo. Dan kon je plankjes doorslaan. Ja. Dat is wel heel gaaf. Wat gaan we eerst maken, Richie? Ja, we gaan eerst de channel maken, want het moet koud zijn als hij open wordt. Laten we die eerst gaan maken. En we hebben nodig voor de channel. Alleen, zoals Floyd zegt, een quick spin around the ingredients. Dan hebben we nodig. Oula Java. Oula Java. U kent het al. Nou, ik ga het niet meer uitleggen, u kent het al. Nou, wat is het dan? Ik ken het niet. Ah, heel goed. Zeker, nog niet. Dus we leggen het uit. Oula betekent... Suiker. En Java betekent... Java. Java. Dus dit is Javaanse suiker. Het wordt gewonnen uit palm, ingedroogd, ingedikt en deze suiker ongebleekt, puur bruin. En we hebben nodig... Kets. Hoenkweemeel. U kunt ook maizena gebruiken, maar hoenkweemeel is beter. Want daar worden de, ja, ik zal ze maar flubbertjes noemen, gewonnen gemaakt voor de chendol. U zult straks eens zien hoe het gaat. Zanten. Zanten, wij gaan zelf persen uit. Leuk. Aan de kook. Een beetje. En we hebben een blokje met reeds gecreamde coconut. Die we voor een goede rijke kokossaus. Ja. En dat gaan we nog bijzoeten met vanille suiker. En voor het smaak. En we gebruiken water in koud. Half liter en koud en warm, maar je ziet straks ook dat De hoenkweemeel wordt opgelost in een halve liter water. Eerst lengen we het aan met een klein beetje water, zodat het een mooi glad papje wordt. Mooi glad papje. Ja! Eerst met een beetje water de gladde pap aanmaken, zodat het goed opgelost is en daarna bijvullen, zodat de halve liter bereikt is. Hallo. Nou, we gaan de papje aan de kant. Zo. En ook brengen tot het blubbert. De hoenkweemeel heeft de juiste structuur bereikt. We halen het door een zeef voor vergiet. Van de zeef. Het begint steeds verder te stollen. Help! We gaan de saus, de drank uit. We gaan de uiteindelijke drank bereiden voor de chendol. En daarvoor hebben we nodig 2 liter
water. De vanillesuiker en de gulajawa. Dat brengen we eerst aan de kook. En daarna voegen wij de santen toe. En de santen die moeten pas op het laatst toegevoegd worden. Want als je het al aan kookt, gaat het schiften. Ja, en dat is niet zo mooi. Dat ziet er heel vies uit. Witte santen? Oh, mi putes kaken, dit voor iets voor de televisie. Dansers, laat me kaken, laat me kaken. Oh ja, ik zie ze, oh wie is dat dan? Oh, wat een leuke gozer. Nee, ik ben er niet. Oh, mi, zie je, zie je, zie je, zie je. Ja, we gaan nu de gulajawa en vanillesuiker opgelost in kokend water. Ja. In de grote pan de zanden net is uitgeverst gooien. Ja. Dan grote pannen zijn handig. Kleine pannen niet. Dus daarom. Het is belangrijk dat deze saus, het water, het vocht, dus koud wordt geserveerd. Ja. Want als je de flubbertjes nu in dit warme vocht gooit, dan gaan ze weer oplossen. Ja, dat gaan ze weer oplossen. Dat is niet de bedoeling. Dan heb je geen flubbertjes meer, dan wordt het gewoon één dikke pap. Hey. Hey. Samen. Gaan jullie de zwartzuur maken. Klassiek kerstgerecht uit de Indische keuken. U kent het allemaal als u Indo bent en misschien als u Hollander bent ook nog wel. Ja. Met een beetje geluk. Gelukkig. We hebben nodig. Ketchup. Wat bedoelt u? Ik ga met. Ketchup. Azijn voor de zuur. Voor de rijke, volle, zoete smaak. Port. Port. We gebruiken ui. Geen knoflook, we gebruiken alleen ui voor de originele zwarte zuur. En kaneel. Kaneel. Nootmuskaat. Nootmuskaat. Witte peper en een beetje zout. Kruidnagel. Kruidnageltjes. Het is heel simpel, het is heel basic, het is heel hard. Zet hem maar grof. De meiden wrijven de kip in met zout, peper, nootmuskaat en kaneel. Omdraaien. Oh, dit is leuker. Het gat zit ook nog aan de andere kant. De kruiden hebben 10 minuten lang in de kip getrokken. 10 minuten. De boter is verhit. We wachten even tot het schuim is weggetrokken. En dan braden wij de kip even aan. Je moet er wel even bij blijven. Ja. Twee? Alle twee? Twee? Drie ook? Allemaal. Je kunt ons kunnen keren. Kraanbraden. En straks doen we hetzelfde met kipje nummer 3. Nummer 3. Oh Jim, wat ruikt dat lekker. Daar heb je gelijk in, Richie. Bestond er maar geurentelevisie. Daar heb je gelijk in, Richie. Want dan konden de mensen thuis ook ruiken wat voor heerlijks wij aan het maken waren. Maar geloof ons mensen, het ruikt fantastisch. Het ruikt geweldig. Het ruikt super deluxe. Ik heb mijn schoutbruin aangebraden en dan gaan we even de ui fruiten. De ui is glazen gefruit. We leggen de kippen erbij. Volgens nummer 1. Netjes rangschikken. Nummer 2. We overgieten het geheel met ketchup. U begrijpt natuurlijk, we gaan niet, geen Hollandse ketchup niet van een halve graden doen. Voor authenticiteit gooien we echt de Indonesische ketchup eroverheen. We overgieten het rijkelijk. Hardcore. Ketchup is bepalend voor de smaak en de textuur van de zout. Alles op een matig vuurtje. Laten we het langzaam aan de kook komen. Kook komen. Daarna doen we het deksel. Nee, smoren wij de kip in het vocht. En dan is het straks tijd voor de final touch. Ik niet, ik wel.
ja. Move your booty and next. The beats by TS. The dance is a reflex. Dance in the box. Leave a trail of skid marks. Your belly spot. Leave a flame in the dark. Cool. Final touch. Om de smaak verder te verrijken, gooien wij. Voegen wij toe aan het geheel. Een beste lading port. Wees er niet zuinig mee. Smaak goed intrekken. Voor de typische kerstsfeer, ja. En een scheutje azijn, want het heet niet van iets zwart zuur. Anders is het zwart zoet en dan. Nee, een scheutje azijn. Een beetje hier, een beetje daar, een beetje everywhere. Oké. Mooi. En dan, die wordt rasa originaal. Ja. We are at war! Come on! Black man, where is your arm? Come on! The black man is so dope, there's no reason we can't win! Everybody's gonna have to come get serious! Come on! Two minute X-Men! I try to teach and reach a drop ball with a little flow! Remember back when I said, yo, if you can't get, I don't sit, get up! As the world turns, so sucker learns, as one quits, another hit, ain't just a trick, that's why I'm known as stone upon a microphone, but they try to hang me dry, but then it's do or die, when they don't give you a reason why, they be sweating, forgetting, finger pointing at us, damn, discussion we be tearing up the joint if there was a music to use on a flexical styling, Terminator X, Buck Rollins. What is the lepels hebben. Fijne lepels laten Je doet de channel in glaasjes en zet ze dan in de koelkast, want dan kunnen ze goed afkoelen. Want je moet het ijs in ijskoud drinken. Aga. Clemens staat ook al klaar. Clemens zit ook nog een beetje van de zwartzuur Tjendel en Hatjar Ketimoen. Nam. Een heel klein beetje. Gaan we nu voor Tjendel. Sneeuw. Hebben we geen kerstmuziek? Ja, ik heb geen kerstmuziek. Nee. En uit deze prachtige locatie bidden wij u vrolijk kerstfeest en slammat makan, oftewel smakelijk eten, zoals smakelijk men in de Indonesië zegt. Ja, ja. Goed. Doei!